Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, guys. Zoals je kan zien, is mijn haar strak naar achter gedaan. Ik heb mijn challenge op 1 week na niet gehaald. Waar ik best wel van baal, want ik had het makkelijk kunnen halen. De eerste week was ik ziek, had ik sowieso niets met mijn haar gedaan. De tweede week op het werk ging het eigenlijk gewoon helemaal goed. En ja, het is vandaag zaterdag. Gisteren moest ik foto's maken voor een pasje. En mijn haar moest daarvoor gewoon strak naar achter, want ze moesten mijn oren kunnen zien. En ik dacht, ga ik echt met zo'n messy bun die foto maken? Want ik moet wel 2, 3 jaar naar die foto kijken. Toen dacht ik, nee, ik moet mijn haar echt gewoon mooi naar achter doen. Want ja, het moet gewoon. Dus ja, ik heb het dus niet gehaald. Waar ik wel van baal. Maar ik weet, als ik dit niet had, had ik het sowieso wel gehaald. Dus dat wil ik even met jullie delen. Ik heb mijn challenge niet gehaald. Dat neemt niet weg dat ik vanaf nu elke dag weer strakke knotjes ga doen. Ik denk dat ik het gewoon in balans ga houden. Ik ga het niet wekenlang achter elkaar doen. Misschien de ene week wel, de andere week niet. Maar ik ga proberen om zo min mogelijk mijn haar vast, mijn haar strak naar achter te kammen. Omdat ja, ik heb mezelf er alleen maar mee. Dus ja, dat eigenlijk. Ik heb 2 pakketjes hier liggen die ik met jullie wil delen. En het eerste pakketje ligt hier. Ik had het al een beetje opengemaakt. Want ik wil weten wat erin zit. Er stond niet echt een winkel op. Het eerste pakketje is een superfood facial oil van Elemis. En ik was vorig jaar gesponsord door Elemis. Qua skincare producten was dit wel echt, laat maar zeggen, een van mijn grootste samenwerkingen. Want Elemis is gewoon een topmerk. Kopen hele goede skincare producten. Het enige zijn heel erg prijzig. En ik heb vorig jaar gebruik kunnen maken van die product. Een hele verzorgingslijn van ze gekregen. Waar ik super blij mee was. Helaas zijn al die verzorgingsproducten met de woningbrand verbrand. Dus daar baal ik heel erg van. Om die hele lijn opnieuw aan te schaffen was voor mij gewoon echt te duur. Dan was je echt een paar honderd euro kwijt. Maar dit was echt mijn favoriete product. Van die hele lijn. Dus heb ik maar gewoon. Dus heb ik deze voor mezelf aangeschaft. Facial oil. En ik heb gelijk de grootste fles gehaald. Omdat ja, de grootste fles is 30 ml. En dat is niet bepaald groot. Maar die 15 ml, ja, dat zou gewoon helemaal niet voor mij werken. Ja, dit gebruik ik niet in de ochtend. Dit is echt iets dat ik in de avond gebruik. Maar deze olie is echt everything. Ik zeg jullie. Het was wel echt eventjes een rip uit mijn lijf. Wat dit met mijn gezicht deed die wintertijd. Nou, dat was gewoon niet normaal. Nou, in ieder geval ben ik hier heel blij mee. Dus als je nog zoekende bent naar een goede, maar dan bedoel ik ook echt naar een goede superfood facial oil. Deze van Elemis doet echt wonderen. Het maakt je gezicht, het geeft je echt die glow. Wanneer je opstaat heb je nog steeds een mooie glow op je gezicht. En dan heb ik hier nog een pakketje. Dit is volgens mij van AliExpress. Dit is niet van AliExpress, dit is voor een samenwerking. Zo, dat is snel binnengekomen. Wat ik nu ga doen. De jongens hebben vannacht trouwens bij mijn schoonmoeder geslapen. Ze slapen dit weekend bij mijn schoonmoeder. Omdat ik later op de dag uit eten ga met mijn oud-collega's van de Sarah. En daarna ga ik met Cyrano. Gaan we even een drankje doen. Of misschien dat we een clubje of iets pakken. Dus kwam Cyrano met het idee om ze dan mijn schoonmoeder toe te brengen. Dus dat is heel fijn. Dus heb ik een beetje rust en tijd voor mezelf. Vandaar ik mijn sportkleding aan heb. Ik ga nu naar de sportschool. Daarna boodschapjes halen. En daarna ga ik eventjes richting mijn schoonmoeder. Om te kijken hoe het daar met de jongens gaat. Dus ja, dat is de planning voor nu. Nou guys, ik heb me omgekleed. Ik heb mijn sportlegging aan van Stronger. En mijn trui is ook van Stronger. En mijn Nike blazers ga ik aan doen. Maar dat doe ik beneden, want in de kamer trekken wij geen schoenen aan. Oké guys, I'm ready for the gym. Het is gewoon zo druk dat mensen gewoon helemaal hier op het gras parkeren. Dat is gewoon absurd. Dus ik hoop dat ik een plekje kan vinden. Zij zit al wachten op de ride. Ze heeft gelijk. Ik heb een plekje gevonden. Ik had heel eventjes een stop gemaakt bij de Action. Daar heb ik dit gehaald, een slotje. Want ik had geen slotje meer. Dus heb ik er gauw eentje aangeschaft. En aangezien ik toch iemand daar was, heb ik gelijk mijn spulletjes die ik bij de Dirk moest kopen, heb ik ook gelijk gekocht. Dus hoef ik straks alleen maar naar de appie toe te gaan. Maar ik had net echt even sensatie meegemaakt, jongens. Het was echt even heftig, zonder grap.
wat was dus gebeurd? Ik had dus zeg maar boterhammen gedaan en ik had best wel veel gekocht, dus de zon zit zo in mijn oog. Juist. Ik had best wel veel boodschappen gehaald, dus ik had een kar. Bij de dieren kan je dus gebruik maken van een lift. Ik stond gewoon netjes in de rij. En op een gegeven moment was die rij best wel lang. Het is natuurlijk zaterdag. De meeste mensen doen op zaterdag of zondag boodschappen. Ik zag haar uit mijn rechterooghoek dat een Nederlands vrouwtje wou boren, zeg maar, bij mij. En het is mooi weer. Ik heb geen zin om mijn stem te moeten verheffen of om ruzie te maken. Dus het enige wat ik deed, ik keek die vrouw gewoon aan. Want ze raakte al gewoon mekaar zo van, ik ga snel voor jou. Dan gaan we gewoon met z'n tweetjes naar binnen. Dus ik keek er aan van, dit gaan we niet doen. Ik ga eerst. En wat jij daarna doet, moet jij zelf weten. Dus nu, ik ga naar binnen. Opeens stond er, volgens mij zat een Marokkaanse vrouw, stond opeens voor de lift. Met haar, omdat haar dochter achter mij stond met haar kleinkind in de kinderwagen. Dus ze zei van, kom maar. Dus die Nederlandse vrouw begon gewoon lichtelijk tegen die moeder aan te rijden. En ze zei van, hallo, wij waren eerst. En ze zei, ja, maar dat past prima hoor. Maar als ik eerst ga, dan kunnen jullie je kinderwagen dwars zitten. Wat ik persoonlijk heel brutaal vind. Terwijl er nog zeker 4-5 mensen achter haar stonden. Nu die lift gaat dicht. Maar die lift van de Dirk gaat heel langzaam. Het is een hele langzame lift. Dus ik dacht daarvan, maar ja, het gaat beginnen. Dus nu zegt dat meisje met die kinderwagen, volgende keer moet je gewoon wachten. Er is niet voor niets een rij. Je moet gewoon aansluiten. En als je niet past, dan pas je niet. Maar nu zitten we gewoon te forceren, terwijl je gewoon had moeten wachten. En ze, ja, maar het past toch? Wat was er nou? Zei ze, het gaat er niet om dat het past of niet. Het gaat om het principe. Je kan niet voordringen. Dat is gewoon niet netjes. Ze zei, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Volgens mij passen we allemaal. Ze, ga jij maar eerst eruit, hoor. Toen zei ze, ja, het zal wat zijn als jij met je hele kar over mijn kinderwagen heen gaat. Toen zei ze, nou, ga nou maar voordat ik er wel overheen ga. Nou, toen werd die vrouw gek. Ze werd helemaal gek. Toen zei ze, dus wacht even. Zeg je nou echt dat je ons zo ver gaat lopen? Toen zei ze, ja, je bent echt een moeimaker. Er is helemaal niks aan de hand. Je zit alleen maar te zeiken. Geniet een beetje van het mooie weer. Leven, laat leven. Die vrouw was er nog niet helemaal uit met haar kar. Dus nu loopt ze een beetje tegen die kinderwagen aan. Nou, die vrouw werd helemaal gek. Ze werd helemaal gek. Ze zei, je bent een fucking racist. Je bent dit, je bent dat, je bent zus. Maar daarboven bij prijzen, mijn persoon was echt druk. Iedereen stond daar gewoon een hele rij. Iedereen zat te kijken en te doen. En begon echt tegen elkaar te schreeuwen. Toen liep dat Nederlandse vrouwtje gewoon weg, uiteindelijk. En ze liepen wel een beetje achter haar aan. Maar uiteindelijk zei die moeder van dat meisje van, laat het, is het niet waard. Laat ze, nee. Wat denkt ze wel niet? Ze wil mijn kind aanraken. Dit, dat, bla, bla, bla. Helemaal sensatie. Och. En ze keken, tijdens die sensatie keken ze echt naar mij van, eerlijk, dit is toch niet normaal. Maar ik zeg je eerlijk, vandaag, I was minding my own business. Ik had gewoon totaal geen zin in niks. Nee, ik had er gewoon echt vandaag heb ik gewoon echt geen zin in. Gewoon niet. Ik ben hier gewoon met mijn good vibes, mijn positive vibes. Niemand gaat mij meenemen in geen enkele toestand. Oké, anyway. Ik ga nu lekker sporten. En, waar is mijn waterflesje? Oh, oké, guys, let's go. Ik ben inmiddels thuis. Ik heb boodschappen gedaan. Ik heb al die boodschappen naar boven getild. En besef, ik heb vandaag ook mijn armen getraind. Mijn biceps, alles trilt, hè. Oh, jongens. Ik ben naar de Dirk gegaan en Albert Heijn. En ze hadden echt hele goede acties. Als het goed is, alle dingetjes die ik nu laat zien zijn waarschijnlijk nog in de bonus of in de actie, dus dat is fijn om te weten. Nou, als eerst heb ik keukenpapier gehaald. Oh, dat was even nodig. Oké, wat heb ik nog meer gehaald? Nou, ik heb dit gehaald, noedels. En deze vind ik meestal dus heel erg lekker. Ik ben normaal echt van de Indomie. Maar die noedels zijn best wel dik. En die Yummy noedels zijn best wel dun. Dus voor hem is dat makkelijker om te eten. Sujuk. En eieren.
mijn favoriete chips. En ik weet nou niet of ik dit op Tania de vlog zag, maar ik zag iemand dat dit zo spannend eten. Ik dacht, laat me het even proberen. Mexican pepper and cream chips. En ik moet nog steeds naar de Zenos gaan. Iemand had mij getipt voor een chip bij de Zenos, maar ik vergeet gewoon steeds om het te kopen als ik er ben. Dus ik ben nog steeds benieuwd naar die. En runder gehakt. Oké. Kijk, ik heb deze rijstwafels gehad met yoghurt. Deze vind ik zo lekker. Echt perfect om mee te nemen naar het werk. Als je bijvoorbeeld onderweg bent. Echt heel lekker. En deze aardbeidjes. Dirk heeft echt al een tijdje, een paar weken achter elkaar, deze aardbeien voor volgens mij 2 of 3 euro. Maar ze zijn echt heel lekker, zoet ook. En ze zijn lekker groot. Dus ja, voor Noah, hij is helemaal weg van aardbeien en Mason ook. Milde kwark, aardbei en vanille. Ook van ciabatta brood. Gewoon van die open pistoletjes. Macaroni saus, Cyrano macaroni, maar doet hij dat altijd met dit? En ik weet niet wat hij er nog allemaal bij toevoegt, maar echt heel erg lekker. Tijgerbruin brood. En laatst ging ik zo lekker op die tarwe. Op die tarwe honingpox van de Albert Heijn. Zodat ik van, laat me deze even proberen. Maar waarschijnlijk zullen deze dan ook heel erg lekker zijn. Dus heb ik even van die honingringen gehaald. En van die snelle jelle kruidkoeken. Deze is van Cyrano met rozijnen. En ik heb gewoon van die plain koeken. Even kijken. Bolognese saus. Ik ga straks een hele snelle spaghetti flippen voor de jongens. Zodat zij tenminste kunnen eten vanavond. Ik denk dat ze dit lekker gaan vinden. Maar ik heb ook van die wolkentoetjes gehaald. Robijn was van zachter. Dit is die grote van 1,5 liter. En deze zijn maar €2,99, guys. Oh, heerlijk. Deze is echt heel lekker. Heb ik 3 flessen van gehaald. Want ja, wij wassen gewoon zoveel kleren. Ik kan nooit genoeg wasmiddel hebben. En deze toiletspray heb ik ook gehaald. Ik weet nog niet of dit die ene is die ik altijd heb. Maar volgens mij wel. Dan moet ik even ruiken. Ja, dit ruikt echt spang. Deze ruikt echt heel lekker. Moet jullie echt een keer proberen. Oké. Even kijken, ik heb ook van die barbecue krieltjes gehaald. Aardbei en banaan danoontjes. Garnalen salade en surimi krab salade. Dit. Met deze crackers. Oh, jongens. To die for. Ik denk dat ik dat straks ook ga eten. Want ik moet nog lunchen. Spaghetti groenten. En ik heb, toevallig hadden ze een leuke actie op die verkade koekjes. Mason en Genoa zijn helemaal weg van deze koekjes. Dit is echt hun ding. Dit is echt heel lekker. Dus volgens mij was het iets van 4 voor 6 euro of 4 voor 5, nog wat. Ik weet het niet, maar in ieder geval, het scheelde ongeveer 3 euro of zo. Dus dacht ik van, laat me het gelijk kopen. Want ik koop dit sowieso elke week voor ze. Dus hoef ik het even een maand niet te kopen. Kruidenboter. Avocados. En dit drankje van Innocent vind ik zo lekker. Die Blue Spark. Is echt heel lekker. Favoriete shakes. Proteïne shakes. En pindakaas. Want pindakaas gaat super hard bij ons. Deze is voor mij extra crunchy. En voor de jongens gewoon dit. Want ze zijn niet zo weg van de nootjes. Bruine bonen. Binnenkort wil ik echt bruine bonen eten. Ik heb er echt al een tijdje zin in. 3 van deze pakken. Dat was volgens mij 3 voor 3 euro. Oh, ik vergeet nog een zak. Bij de Dirk heb je nu allemaal blikjes voor 50 cent. Dus heb ik een paar ingeslagen. Eigenlijk gewoon een hele zak vol met blikjes. Fernandes, cola. En vruchtensiroop voor de jongens. En multivruchtensiroop. Nou, dat was het. Ik ga nu alles inruimen. Een snelle lunch voor mezelf klaarmaken. En daarna ga ik richting mijn schoonmoeder. Dus ik kom zo weer bij jullie terug. Ik heb lekker lunch voor mezelf gemaakt. Ik heb hier 2 crackers met surimi. 2 met garnalen. En aangezien ik op de vistour ben, dacht ik van, laat me ook een beetje 3 on the side zetten. Het is een hele aparte combinatie, maar ik had gewoon zin in 3. Dus mind your own business. Wat is dit?
Wat heb je een mooie slippertjes aan. Mama is toch deze laatst. Van wie heb je dat gehad? Oh my god. Wat? Laat me zien. Hey, Spidey. Nayu? Nayu? Is dat Spidey Branger? Wauw. Dan zijn we thuis. En heb ik zo net mijn vlog geëdit. En ga ik nu naar beneden om me klaar te maken. Outfitje uit te zoeken. Ik heb geen flauw idee wat ik aanga. Het moet wel iets zijn wat leuk is voor etentje. Maar ook voor als we later iets gaan doen. Dus ja, ik ga even kijken wat ik ga aandoen. En ja, ik pak jullie zo weer bij. Ik denk dat dit de outfit gaat zijn. Gewoon een pantalon. Top van de Chiquelle. Yes, I love this. Yes. En gewoon hakjes eronder. Oké, nou dit is dus de volledige outfit. Cyrano schijnt even bij. Ik heb eventjes een soort van ja, blazer poncho-achtig iets eroverheen gedaan. Zodat ik het niet koud hoef te hebben tijdens het etentje. Nou, let's go! Wat zeggen we dat we dit klaar is? Cut. Oh, ja. Cut. We hebben eten verspild, jongens. €8 per leftover. We hebben twee dingen overgelaten, dus dat wordt €16 extra. Ja. Yes. Oh, ze pakken in de kamer. Ik dacht, waar zit het? En ja, nu zit ik met Cyrano in de auto. Hallo. En gaan wij naar... naar de stad. Kijken wat er te doen is. Jullie horen het. En we gingen trouwens, we hadden all you can eat, maar ook all you can drink. Ik had echt... Ja, ik was echt aan de wijn, die Chardonnay is pang. So, I'm a little bit tipsy, but hey, hey, hey. We moeten door. De kids zijn bij mijn schoonmoeder, so. It's about to go down. Down. We in it. Oh, gaat van. Nou jongens, ik ben inmiddels thuis. En we zijn volgens mij 1,5 uur eerder weggegaan. Want ik weet niet, de laatste keer dat Cyrano en ik in Bitterzoet waren was het zo lit. Deze keer was het gewoon echt... te dying gewoon. Ze draaiden alleen maar old school. En ik hou echt van old school. Maar dit was echt die dying old school. Echt die... ja, echt 50 cent muziek en zo. Echt bounce muziek. Niet lekker, je weet toch? En dan draaiden ze even een leuk nummer. En daarna weer gelijk... stiffe muziek gewoon. Echt, het haalde me echt uit, man. Ja, en wat ook zo was... ze draaiden gewoon hele tunes. Gewoon een hele tune. En de tune doet 3 minuten. En ze draaiden het gewoon helemaal af. Like, nee man. Ze hadden net zo goed gewoon een mixtape kunnen plaatsen. Dit was het gewoon echt niet. Echt jammer. Want ik was helemaal ready gewoon voor gezelligheid. Maar nee. Dat was het gewoon echt niet. Dus zijn we gewoon naar huis gegaan. Ja, en heb ik lekker zijn McDonald's gehaald. Ik zit nog steeds vol van die all you can eat. Toen we naar de McDonald's liepen, jongens. Ik heb in lange tijden niet zulke ratten gezien. Hè. Ik was kapot bang. Amsterdam Centrum. Wauw, je zou maar daar wonen. Ik ga helemaal gek worden, man. Weet je dat ik zoveel make-up gezet. Maar ja, voor de rest... het was wel gewoon gezellig of zo, maar... ja, ik weet niet. Misschien word ik gewoon oud. Ik weet niet wat het is. Zo. En ik wil gelijk mijn nieuwe olie proberen. Die ik dus net aan jullie heb laten zien. Cause it's nodig.
zo gelijk een dagowasi nemen, want dan kan ik gelijk door naar mijn bed. Oh, ik heb dit product zo echt gemist. Ik heb het echt gemist. Dit is echt de beste olie die ik tot nu toe in mijn leven gehad heb. Juist, dit is het. Deze olie zegt everything. En dan zet ik in principe alleen dit. Je kan ook een moisturizer inzetten en dan dit. Maar in principe als ik een serum... Oh ja, dit is het. Het ruikt echt niet lekker, maar dit is everything, dit product. Dit is het echt helemaal. Kijk, nog een lippenbalsem. En dan kan ik gaan baden. Oh, wacht. Ik vergeet een belangrijk dingetje. En dat is dit. Ik had het niet. Toen ik de deur uitging, moest ik dit innemen, maar ik had het niet gedaan. Guys, ik ga nu de vlog afsluiten. Because a girl is tired. Ik ben zo moe. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat heb ik heel graag te zien in mijn volgende video. Doei!